Ja, zie je ze staan? Ja, dat zijn ze hoor. Dat zijn grote jongens en met een hele, hele grote bel om. Ja. Ja, die staan hier gewoon. Ja, hier bij het hotelletje. Kijk, hotelletje is daar. Daar is het hotelletje. En hier staan die koeien. Kijk, nou, nog een paar daar. Ja, dat is die voorkomen landelijke rust, vrienden. Ja, zo. En ik, ja, ik ben net wakker. Ja, en dan gaan wij zo op pad. Kleine landweggetjes, vrienden. Ja, ik ben onderweg met het reisbureau. Ja, en we gaan een dagje op stap in de Piemonte. Want zij zegt, ik heb een leuke route vandaag. Het is een verrassing. Ja, we gaan eerst onderweg. Kijk, want het is allemaal druiven hier. Schatje, stop even. We zijn hier op een... Kijk, we zijn hier nou op zo'n landweggetje. Ik ga gewoon even uitstappen. Zie je het? Druiven, allemaal... Druiven. Die hangen hier. Ja, want dit is het gebied van de rode wijn, de Barolo's, de heerlijke witte wijn. Dat is allemaal hier. Kijk, hier zitten ze, die druiven. Kijk. Hoppakee. Die hangen hier gewoon. Ja, kijk. Zijn ze even mooi? Zien ze er prachtig uit? Ja, toch? Vrienden. Wij zetten onze tocht weer voort. Kijk, nogmaals, in onze te grote bak. Zie je hem? Daar staat hij weer. Wat een auto, hè? Ja, nou ja, goed. We zijn onderweg naar schat, zeg het maar. Naar Neve. Neve, vrienden. Neve. Ja. Hebben jullie er ooit van gehoord? Nou, ik niet. Maar dat maakt niet uit. Dat schijnt dus een heel leuk klein plaatsje te zijn hier in de Piemonte. Ja, vrienden. Eens even eigen. Ja, kijk met me mee hier. Kijk. Het gaat dus vrij steil omhoog. Ja, dit is minimaal eerste categorie. Kijk. Ja, dus. Ja. En als ik daar ergens een ongehoorde bloedhekel aan heb, dan is het omhoog lopen. Gewoon dit. Allemaal heuveltje op en heuveltje op. Oh, daar heb ik altijd een bloedhekel aan gehad. En nog. Ja, En dan krijg ik ook nog zo'n ontvangst. Ja. Zijn het ook nog, hoor je dat? Zijn het ook nog Duitse honden ook? Ja, vrienden, jullie zien het al, de liefhebbers weten het al. Ja, het is weer zo'n prachtig straatje. En wat gebeurt er dan? Ja, hier, daar komt ze al. Ja, dan moet ik weer een foto maken van mevrouw met haar armen. En die gaan dan, die doet ze, weet je wel, alsof ze een vliegtuig binnenhaalt, weet je wel. Kijk, hier, daar gaat ze weer. Kijk. Okay. Je moet op Schiphol gaan werken. Hup. Ja, en dat moet dan zo, ja. Ja, daar gaan ze weer. Nou ja, goed. Ik ga er een foto van maken. En dan zijn we ook weer klaar met deze flauwekul. Ja, vrienden, waar je ook kijkt. Links of rechts. Het uitzicht, alles. Dat landschap, dat is prachtig hier. Ja, in de Piemonte. Ja, dat is gewoon fotofinish hoor, met Toscane. Ja, dat is een wedstrijdje hoor, tussen die twee. Nou, lieverd, waar gaan we nu heen? We gaan naar Barolo. We gaan naar Barolo, vrienden. Nou, op naar Barolo. En dit is dan het centrum
van Barolo. Ja, en dit is het epicentrum van rode wijn, witte wijn, zeg het maar. Dat kan je hier allemaal krijgen, hè? Ja. Super lekker. Super lekker, ja. En het is hier leuk. Kijk, het ziet er toch hartstikke leuk uit. Hier. Ja, vrienden, dit was het. Ja, uit Barolo. Ja, en ik krijg natuurlijk nog even... Haha, ja, natuurlijk. Lekker Italiaans ijsje. Hé, we gaan jullie groeten. Morgen gaan de avonturen weer verder. Dag.